Gegeven is de volgende rechthoekige driehoek ABC met BC lengte 24 en hoek B 33 graden. En verder driehoek DEF, wederom een rechthoekige driehoek met EF lengte 9 en verder hoek D 24 graden. Hierbij stellen we de volgende twee vragen. Hoe breek je AB? En hoe breek je DE? Je ziet, er wordt dus gevraagd om zijden te berekenen. Van beide driehoeken is een hoek gegeven en is een zijde bekend. En worden zijde gevraagd. We kunnen dus gebruik maken van sinus, cosinus of tangens. Maar welke kies je nu precies? Daar gaan we het in deze video over hebben. Gegeven nogmaals die rechthoekige driehoek ABC met bij de opdracht bereken AB in 1 decimaal nauwkeurig. Nou, hoe gaan we dat doen? Hiervoor kijken we naar de hoek die gegeven is, hoek B. En verder is van die driehoek dus een zijde gegeven, en een zijde wordt gevraagd. Welke zijden zijn dit nu precies? Dat gaat hier rond de aanliggende rechthoekzijde van hoek B. Die wordt gevraagd. En verder is de schuine zijde van die rechthoek, het driehoek, gegeven. Aanliggend, schuin. Oké, okay, hebben we nu sinus, cosinus of tangens nodig? Hier maken we gebruik van het ezelsbrugje Sos-Castoa. Aanliggend, schuin, A en S. Die vinden we terug in kas. En daarbij hoort de cosinus. We gaan dus gebruik maken van de cosinus. De cosinus van hoek B. Is de aanliggende rechthoekzijde, AB, gedeeld door de schuine zijde, BC. Vervolgens kunnen we hierin de waarden invullen die uit de figuur volgen. En dit geeft de volgende verhoudingstabel. Cosinus hoek B, cosinus 33 graden, daaronder zetten we een 1, is gelijk aan AB, die willen we weten, gedeeld door BC. En die is gelijk aan 24. Vervolgens, kruislinks vermenigvuldigen, geeft dat AB gelijk is aan 24 keer cosinus 33 graden. En dit geeft de volgende uitkomst. De opdracht was: bereken AB in 1 decimaal nauwkeurig. Dus we gaan hier afronden op 1 decimaal. En dat geeft dat AB ongeveer gelijk is aan 20,1. Dan die tweede rechthoekige driehoek, DEF. Met daarbij de opdracht: bereken DE in 1 decimaal nauwkeurig. Hoe gaan we hier te werk? We kijken weer naar die gegeven hoek, hoek D, 24 graden. Verder is dus weer een zijde gegeven en een zijde wordt gevraagd. Welke zijden zijn dit? We hebben hier te maken met de overstaande rechthoekzijde van de E. Die is gegeven. En de schuine zijde van die rechthoekgedriehoek. Die wordt gevraagd. Overstaand schuin. ONS. Kijk dus weer naar het Ezelsbrugje, zoals Castoa. ONS. Overstaande schuin. Zien we deze horen bij de sinus. Dus we gaan de sinus, daar gaan we van gebruik maken. En dan krijgen we sinushoek D is de overstaande rechthoekzijde, EF, gedeeld door de schuine zijde, DE. Gaan we dit invullen, dan geeft dit. De volgende verhoudingstabel, sinushoek D is sinus 24 graden, daaronder zetten we een 1. En EF is 9 en DE, die willen we berekenen. Kruislinks vermenigvuldigen geeft dat DE is 1 keer 9, oftewel 9, gedeeld door sinus 24 graden. Uitrekenen geeft de volgende uitkomst. Bereken DE in 1 decimaal nauwkeurig is de opdracht. Dus we gaan hier wederom afronden op 1 decimaal en dat geeft dat DE ongeveer gelijk is aan 22,1. En hiermee hebben we dus ook DE berekend. Dus is van een rechthoekig driehoek gegeven. Een scherpe hoek en verder een zijde gegeven. En wordt er een zijde gevraagd, dan kun je dus die gevraagde zijde berekenen met of sinus of cosinus of tangens. Welke je precies nodig hebt, hangt dus af of de Bekende en onbekende zijde, dus een aanliggende of een overstaande rechthoekzijde is, of een schuine zijde. Dit was hem weer voor nu. Tot in de volgende video.